Burgemeester Rob Bats werden fouten aangerekend. Mede omdat korpschef Oscar Dros de zaken niet op orde had. En dat zit politiek haren niet lekker. Als je dan het rapport Cohen goed leest, dan zie je dat er allerlei zaken bij de politie niet functioneerden. Er was te weinig ME, de verbindingen liepen niet goed. De boel is gewoon onderschat vanaf het begin waarschijnlijk. En ja, dan ontstaat toch de vraag van hoe kan dit? Wanneer dit een soort examen was geweest voor de politie, waren ze wel gezakt. Dus ja, als je daar een onvoldoende voor krijgt en vervolgens zegt de hoogste baas, de heer Opstelten, ogenblikkelijk dat hij niet weg hoeft. En hij zegt dat ook na een week, na een gesprek. Hij heeft inmiddels zelfs promotie gemaakt, hangen dat onderzoek. Ja, dat kan ik de inwoners niet uitleggen en ze begrijpen er ook niks van. Minister Opstelten is volgens meerdere partijen voorbarig met zijn steun aan Dros. D66 in Haren schrijft een brief aan de Tweede Kamerfractie. Die staan op dezelfde lijn, dat je niet moet koppensnellen om het afrekenen, om het politieke afrekening. Daar zijn wij ook niet op uit. Maar wij vinden wel dat ze van ons moeten weten ook hoe de inwoners in Haren erover denken. En ja, dat wij toch wel heel veel moeite hebben met de makkelijke manier waarop de heer Dros in onze ogen de hand boven het hoofd wordt gehouden.